zusjes, de baas! Ons nieuwe leesboek, De Zoete Zusjes zijn de baas, ligt binnenkort in de winkel. Woehoe! En daarom maken we deze leuke video. We mogen een ja-dag doen en dan moeten onze papa en mama altijd ja zeggen. We mogen lekker snoepen, lekker op het bed springen, lekker popcorn eten, lekker spelletjes doen. Woehoe! Wij zijn de baas! Ja, doe met ons mee! Ja, en zijn de zoete zusjes staan weer klaar. Take 2! Hallo! Wij zijn de papa en mama van de zoete zusjes weer. En vandaag gaan we iets verschrikkelijks doen. Namelijk... Nee. Mogen we een snoepje? Nee. Ja. Hoe kom ik in dit soort situaties beland? Ja, ik weet het ook niet. Ik wil dit niet. Nee. Zullen we beginnen? Ja. Ja. Oh, nou, daar gaan we. Die ging nog. Ja. Ja. Nou, zeg maar. Ik ben een beetje bang. Oké. Wat? Kom. Jongens, jongens, we gaan. Hier gaat het mis. Ben hier gaan als we ontbijt. Ja. Mogen we? Ja. Yeah! Yeah! Oh, maar deze keer popcorn halen! Ik ben zo bang voor de rest van de dag. Oh, oh hell. Tell me how you could have seen my side. Popcorn alleen. Van jou toch? Even wachten. Pop, 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 pop. Is toch helemaal niks aan zo'n ja-dag? Wel. Pop, 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 pop. Ja? Ben jij jaloers? Of ik jaloers ben? Ja! Ik ben jaloers! Papa? Ja? Kun je bellen? Ja? Papa! Nee! 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 Nou, hele kunst een popcorn erin krijgen! Ja! Ja, zat die erin? Neem jij bij mij! Papa! Tegen je neus! Oh, je kan goed mikken, Janna. Nee, ik kan. Ja! Mag wachten, vragen? Ja. Ja, je mag voor één dag met volle mond praten. Ondeugd. Ik ga wat nieuws vragen aan papa en mama. Zullen we dat doen? Mm-hmm. Kom. Ja. Ah. Mam, we hebben een vraagje. Oh nee, ja. Mogen we ja. Yay! Ben, ik heb alle bedden opgemaakt. Ja, jij zegt ja. Waarom zeg je ja? See you later. Eerste bed van Bram. Woehoe! Deze keer is ook vaak. Dit bed veert echt heel goed. Veert die lekker? Ja, kijk, dit is een... Zag je dit? Het lijkt wel een springpark dit, een trampolinepark. Ik kan opeens op je dips vallen. 3, 2, 1. Oh, opnieuw. Sorry. Nee, ik ga gewoon. 3, 2, 1. Oké, nu die van Janna. Uh-oh, dit is wel wat moeilijker om te springen. Hij springt goed. Hij springt niet goed, maar er is ook allemaal hout aan de onderkant. Kijk maar. Lekker. Hij springt wat minder goed, hè? Maar hij slaat wel lekker. Ja. Deze vind ik zo lekker. Ja. Kijk, dit is heel leuk. Kijk. 3, 2, 1. Oh, dit is echt super zo'n jaardag. Ja. Alleen, we missen nog één ding. Kijk, we hebben niet normaal. Echt, als je thuis zit en je bedenkt om een jaardag te doen, ik zou het niet doen. Het is echt verschrikkelijk. Springen. Maar wel gezellig. Gaat goed, dames? Ja, leven jullie nog? Ja. Nee, nee, kom. Zullen we een taart in papa's gezicht gooien? Ja, papa.
Ja, wat hebben jullie wat verzonnen? Ja. Wat papa, hebben jullie nu verzonnen? Papa, mogen we een taart in je gezicht gooien? Een taart? Ja. Waarom wil je een taart in mijn gezicht gooien? Omdat het leuk is. En ik kan er gelijk een taart op. Klinkt helemaal niet leuk. Het klinkt leuk. Het klinkt leuk. Maar niet leuk als je het zelf bent. Wat moet ik doen? Ja. Ja. Ja! Kom eraan! Wat is dit? Wat een dag! We gaan een taart doen! Nou. We hebben een hartstikke lekkere taart. Deze taart is toch heerlijk om op te eten? Nee. Ja, ik heb te doen. Nee joh. Je kunt het niet nog drinken. Ik hoorde nee joh. Een nee mag niet. Nee, mag niet. Mag alleen ja zeggen. Oké, nou 3, 2, 1. Ja! Duwen! En go! Nou, leuk zo'n jaardag. Ja. Echt fantastisch. Ja, lekker. Ook één hapje hoor. Oh, lekker. Mam, we hebben een vraag. Nee, niet weer een vraag. Ja, ja, een vraag. Leuk. Mama. Ja. Mogen we slijm maken? Ja, hier was ik dus al bang voor. Ik dacht, ik hoef nooit meer slijm te maken. Ik ben helemaal klaar met die slijm. En we zouden geen slijm meer maken. Dat was eigenlijk een afspraak. Ben, dat was een afspraak. Nou, de grote vraag is, mag het? Zeg ja! Het moet wel. Ja. Ja, ja. Ik wil niet. Zeg het gewoon. Je wil niet? Ja, maak maar slijm. Ja! Ja! Kom, ja! Sorry. Lekker slijm maken. Oké, doe hem er even aan de lepel. Door dat met een kikker. Is dat toch wel heel lekker. Mag ik nu, Sjaar? Oeh, zie mij. Oeh, Janne, die gaat meteen een goed verslag. Hé, dit is echt lekker. Oeh, het gaat al een beetje kleven. Dat voel je altijd gelijk. Dat is wel raar. Ja, die moeten we dan doen. Zie dit? Wow. Wat zal mama dit leuk vinden? Lekker slijm maken. Woe. Wil je even wat horen? Echt, ik kan het. Voor Janne ook, ja. Mij ook. Een beetje plakken. Nou, het is echt vet. Hoe voelt hij? Echt heel lekker. Niet taai? Nee. Want kan die ook helemaal uit elkaar stretchen? Oh ja, die is echt goed gelukt. Oh. Wow. Oh, die gaat goed. Janne is nog druk bezig, maar dat begint er ook op te lijken. Kijk hier, papa, de slaaptest. Oh. Klinkt het goed? Een slijm. Maar hoe moet het klinken, slijm? Ja, zo. Ja, hij pookt ook goed. Het geluid gaat het om. Ja. Hoe is jouw slijm, Janna? Goed. Ja? Wat je voelen? Ja, ze zijn goed gelukt. Pap? Ja? Wil jij voor onze kamer opruimen? Oh, ja hoor, tuurlijk. Leuk. Hey. Nou, adios. Oh. Weer zo'n bende. Doei. Doei, jongen, jongen. Hebben jullie nou weer een vraagje? Ja. Ik zal me benieuwen. Oké. Okay. Ja, vertel. Mogen wat is de vraag? Een feestje bouwen. Een feestje bouwen? Ja. Ja. Hé, hey, we hebben nog een klein vraagje. Nog een vraagje. Dit was de vraag, toch? Nee. Oh, mogen nog een vraag. We ook het geluid op de allerhardste zetten? Geluid op de allerhardste stand? Ja. We hebben ook buren, hè? Dan moet je het even bellen. Oh, ik hou mijn hart vast. Nee, nee. Sorry nu alvast, buurman. Ja. Yay! Nou. Kom je na!
Succes met je feestje. Lampen aan! Feestje! Hoppa! Wat voor feestje wordt het, meiden? Wat denk je zelf? Wat voor feestje? Een disco-feestje! Zet hem maar lekker, tjara! I can't feel my body, you're cold against the concrete. But I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Look at me deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. Solving sabotage. Wat is er nu weer? Mogen we een schermpje? Scherm? Ja? Ja. Ja! Yeah! Lekker benen! One hour later. We zijn net in de kamer geweest. Oh nee, het is al... Het is al 6 uur! We moeten eten! Pap, mam! Ja? We moeten... Oh, avondeten, wat nu weer? Oh, ik denk fruitjes. Jullie gaan vast vragen. Nee, fruitjes met groenten. McDonald's. Ja, daar was ik al bang. Mogen we McDonald's eten? Ja. 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 Let's go. We hebben ook nog één ding. Mogen we jullie verkleden in de tune? Verkleden? Ja, gaan. Naar de McDonald's. Ja, met de Maar we moeten door de McDrive, hè? Ja. Ja. Mag dat? Dan staan we voor paal. Ja, mag dat? Ja. 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 Yeah. Nee. Vleugeltjes, die pas ik helemaal niet, joh. Dat is wel schattig, denk ik. Wat is dit dan? Oh, kijk. Lukt dat? Een dingetje op. Oh, dit is een... Oh, mooie vleugel. Oh, maar dan ben ik het mooi niet merken. Oh, Spijker, dat vind ik eruit. Dat is cool. Ja. Nee, een rokje? Jongen, jongen, nou. Die schrikken zich een ongeluk, joh, bij de McDonald's. Kerst. Ja. Kerst. Een kerstman, toch? Oh, die hoeft niet. Oké. Hoe is die, joh? Jongen, jongen. Ja, daarom. En hoe? Dat is ook een voordeel. En? Ziet er mooi uit? Ja? Als je daar bent. Oh, heden. Ze zien me al door die McDrive heen gaan, joh. Ja, ook nog armetjes. Ik pas die niet. Die pas ik niet. Nee, die mocht zijn van mama. Oké, okay, en deze? Ja? Oh ja, deze moet je natuurlijk wel, hè? Zo. Deze? Oh, die is mooi. Kijk waar je een mooie handschoentje hebben. Kijk, ik ben klaar voor de McDonald's, hoor. Ja. Wat is ook zo mooi bij elkaar? Papa, jij hebt een mooie. Oké. Okay. Wacht! Ah, ja. Wacht! Dit is voor jou, Sonja. Here we go! Oh. Deze is voor jou, mama. Ja, die handschoentjes maken wel echt af. En wat vinden jullie hiervan? Ja, ik ben heel blij dat ik onherkenbaar ben. Ik heb geen idee hoe ik eruit zie, maar je bent aardig onherkenbaar. Ja? Ja? Oh, gelukkig. Het is heel... Zijn we McDonald's proof? Ja. Durf jullie wel een pad met ons zo? Nee, ja. Let's go! Zo. Op naar de Mac. Hey, als ik zo de Mac heb, moet ik wel even deze afdoen. Dan kan ik niet eens eten. Maar ik ga bukken, hoor. Je gaat bukken? Je schaam je nu al voor je vader en moeder? Dress zit er niet mee. Nee? Zit mijn dress niet goed? Dress? Maar goed, okay. Dat ik niet hoef te rijden. Je kan helemaal niet rijden. Oké, okay, Spider-Man. Yes. Sarianna, let's go. Oh, de buurman. Ah, de buurman. De buurman, bukken, bukken. Ja, mag ik die bestelling alsjeblieft? Jazeker. Ja, we hebben een jaardag. We hebben een jaardag. Yo, groetjes. Yes, dankjewel, man. Ja, wel cool, hè? Ja, jaardag. Yo. Nou, we hebben alles. En, hoe vonden jullie de jaardag? Nee. Leuk dat jullie gekeken hebben. Het zit erop. Goeie! Daar zijn we weer! Ja, een nieuwe
Disneyland Paris. Yes, en wat gaan we vandaag doen? Iets superleuks. Yes, nee! Wow. Zwem, 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 zwem. Ik kan ook deze doen. Spider-Man, have you ever heard of a yes day? Ja, voor dan. Ja, I know. We gaan de ja-dag doen. We gaan de ja-dag doen. We hadden hem jullie beloofd. En hebben jullie genoeg dingen verzonnen? Ja, we hebben een heel lijstje. Even kijken hoeveel dingen we hebben. Ik ben een beetje bang voor dat lijstje. Ja, daar ben ik ook bang voor. Er wordt helemaal niks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Een lange dag. En nog veel meer. Wat een ellendige dag. Nou, zullen we gaan? Ja! Oké, let's go. Nou, daar zijn we weer. Wow. Maar ja, nu is de ja-dag. Hebben jullie al wat bedacht? Ja! Ja? We willen de theekopjes en jullie moeten ook! Jij weet hoe erg ik van dat ding baal, hè? Maar we gaan draaien, oké? Ja, we gaan draaien. Heel hard. Ik ga wel draaien, dat papa hard draait. Gaan we op de ja-dag extra hard. Op naar de... Theekopjes! Ja hoor, ons eigen theekopje. Er zitten Bram, Sarah en Janna. En ze hopen dat ik heel hard ga draaien, zodat jij misselijk wordt. Ga jij dat doen? Ja, dat ga ik doen. Echt? Ja, het is ja dan. Waarom zei je het over de ja? Ja, ik vind dit allemaal nog prima. Ik vind dat als dit het begin van de dag is, ik ben vooral bang dat het allemaal nog gaat komen. Echt? Ja. Ik vind dit al een hele slechte start. Nee. Dat draaien, verschrikkelijk. Hou je in, hè? Nee. Hou je in. Nee. Genieten. Als ik moet stoppen, dan zeg ik ook ja. Ja, je merkt het vanzelf wel als we moeten stoppen. Hoe voel jij je? Ja, klopt. Ik kan dit hebben. Oh, even blijven zitten nog hoor. Nee, ik moet gaan. Ja, ik blijf hier nog heel even. Nee, we hebben nog een hele jaardag. We hebben net begonnen. Het is verschrikkelijk. Ik hoop dat ik nog rechte beelden kan maken vandaag. Wat lekkers halen? Ik zie toevallig daar. Het is hartstikke vroeg. Ik zie toevallig daar wel een snoepraampie. Snoepwinkel? We zijn net wakker. Zullen we dat doen? Ja, ik zeg ja. Ja, dan zeg ik ook ja. Wat zeg jij? Ik wil echt nee zeggen. Maar je zegt ja. Maar ik zeg ja. Wat zijn de regels eigenlijk? Heeft een jaardag regels? Niet meer dan één cadeautje. Ja? Niet meer dan één snoepje. Oké. Anders wordt het te gek, toch? Ja. Dus als je van plan bent thuis om een ja-dag te doen, maak regels. Gewoon een tip. Doe je voordeel mee. Zij heeft wat gezien. Popcorn zout met mooie Mickey en Minnie erop. Oké, nou ja. Zij heeft wat. Oh, kijk eens. Oelala. Dat is voor Juan. Wow. En hij kan maar... Wow, kijk dit nou. Die is groot joh. En hoe smaakt die? Lekker? Niet normaal. Nee, dit is één keer per jaar. Eén keer per jaar ja-dag. Eén keer per jaar ja-dag. Dit is al de tweede keer. Anders wordt de tandarts niet blij. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat er ook een regel moet komen dat je maar één keer per jaar ja-dag mag. Ja, dat vind ik een goeie. Dit is de uitzondering, maar we hadden het beloofd. Ja. Kijk dit nou. Hé, hey, suikerspin. Waar ga je met dat meisje naartoe? Er loopt een hele grote suikerspin met een heel klein meisje erachteraan. Wat een dag, wat een dag. Ja dag. Leuk hè, ja dag. Vaker doen? Ja hoor. Morgen nog een keer. Zij wil nog vaker. Niet vaker doen. Nee, mama niet. Mag. Sarah, wil jij vaker? Ja. Dat is hartstikke leuk. Twee keer per week. Max. Twee keer per week. Ja, maximaal twee keer per week. Dat moet een regel zijn. Oké. Nou, weer wat gehad. Nu mag jij het zeggen, Janna. De prinsessenboot. De prinsessenboot. Die is ook leuk, ja. Zo'n bootje en dan ga je langs alle prinsessen verhalen. Ja? Ja, dat is leuk. Nou. Gaan we doen? Eigenlijk langs de boot. Ja, gaan we doen. Ja. Gaan we doen? Ja. Gaan we zeggen ja. Wij zeggen ja. Prinsessenboot. Bram is ook Bram mee. Moet ook mee. Prinsessenboot. Ja, dat is de pech van een jaardag, Bram. Ja. Moet je ook mee. Ja, dat kunnen we hebben, Bram. Ja. Op naar de prinsessenboot. Het huisje van Hans en Grietje. Het snoephuisje.
de waterput. Oh, dat is het, het kasteel van het beestje. Oh. Houd niet op joh, die jaardag. Nou, we hebben nog even te gaan. Hè? Ja, mogen wij nog wat bepalen vandaag? Zullen wij in de Indiana Jones? Indiana Jones, die achtbaan? Ja. Ja, oké, okay, we doen hem. Maar wij gaan niet mee hoor. We doen hem, maar wat doen jullie dan? Winkelen, shoppen. Shoppen in die Main Street. Ja, dan ga ik wel weer naar mee. Ja? Maar jij zegt ja tegen hun, zeg ik ja tegen Bram. Oké, okay, maar dan zien we jullie straks gewoon. Ja, komen wij zo naar de winkels, gaan wij nu eerst naar de achtbaan. Ja? Oh, wat een dag. Wat een dag. Doei, tot de hey, zet hem op weg. Ja, shops hè. Doei. Oh, daar zijn we Bram. Indiana Jones et le Temple du Peril. Ik ben hier weer niet klaar voor. Maar ja, het is een ja-dag, hè? Moet je ja zeggen? Tuurlijk, ja, dit is leuk! Bram zegt overal ja op. Dat is het probleem met die jongen. Alle enge dingen doet hij gewoon. Nou ja, oh, daar zag ik hem net gaan. Als je mij niet zegt dat we vanavond hier moeten slapen, dan word ik heel ongelukkig. Dat ik geen nee mag zeggen. Ja. Nou, daar zijn we weer. Ronde nummer 2. Halverwege. Ja. Kijk, zie je daar. Hoe gaat het hier? Nou, best heel goed, want ja? Er zijn nog dingen uitgezocht. Oh, meen je? Oh, die is leuk. Hoe heet die ook alweer? Chip. En, Chip. Jacobje. Ja, mevrouw Theepot. En mevrouw Theepot. Wat cool, hè? Steeds wil zij heel graag. Mag dat, papa? Ja. En Bram die... Hey, cool. Mag ik hem zien? We hadden ook wat leuks voor Bram gezien. Kijk, hé, dit is wel echt heel tof. Ja. Deze neem ik. Oh, heb jij ook snel wat uitgezocht? Nee, we hadden die al bedacht voor Bram. Wij dachten, kijk, Donald Duck. Donald Duckjes lezen. Ja, dat is cool. Hey, je kent de weg hier goed. Waar ga je helemaal heen? Hier. Hier, naar de knuffelafdeling. Ja. En welke knuffel heb jij gezien? En het is, en het is, en het is. Rocky ofzo? Rocky. Oh, Rocky. Wat een leuke knuffel. Een klein en hij is heel zacht. En die wil jij hebben? Ja. En wie gaat die betalen dan? Ja, jij. Ik? Mag ik deze hebben? En dan moet hij zeggen. Oké, ja. En Janna, wil jij betalen voor Janna? Ik ga hem voor Janna betalen. Ja, gaan. Oh, heerlijk zo'n jaardag. Ik wou dat ik die vroeger had. Maar hij is wel erg leuk. Leuk hè? Ja. Ja, hij vindt het ook leuk. Er komt geen eind aan deze jaardag. Houd nog vol, Bram. Ja. Zwaar hè, zo'n jaardag. Ja. Ik vraag je aan jou. Wat zou jij nou nog willen doen? Ik wil nog op de foto met die Disney-figuren. Die Marvel. Goofy. Nee. Mickey. Marvel. Oh ja, die superhelden. Nee, Spider-Man en zo. In ons hotel. Ja. Heb je van die, kun je een afspraak maken om met al die superhelden op de foto te gaan? Dat is leuk. Ah, moet ik, anders bel ik die even. Ja, hey, Iron Man en je collega's. Kunnen we even langskomen? Ja, we kunnen nu langskomen. Geen probleem. Ja? Ja. Top, top, top. En kan het ook bij jou?
Bij de hurk? Ja, dat weet ik niet. Ja, misschien wel Spider-Man of Captain America. Je hebt ze allemaal. De Avengers, toch? Ik hoop dat ze wel beschikbaar zijn. Vaak zijn ze ook wel bezig met... met pakken uitzoeken. Pakken uitzoeken, dat soort dingen. Bierballen kweken. Ja, mensen redden. Mensen redden. Ik hoop dat ze tijd hebben. Ja, drie keer raden wat papa heeft geregeld. Spider-Man. Hey, hi. Hallo. Hallo. Woe. Waar is het? Nederland. Hoe heet je? Jammer, wie? Sarah. Ik heet. Spider-Man, ja! Spider-Man, have you ever heard of a yes day? A ja-dag. Yeah. Yes day. They have a yes day. We have to say yes to everything. Be careful, huh? Yeah, I know, I know. Kijk, dit is ook tof. Hier hebben ze een hamer van Thor. Bram die probeert hem eruit te halen. Kan niet! Kan niet, hè? Maar kun je dus zelf een superheld zijn voor heel even hier? Kun je allemaal mooie foto's maken? Ja. Ja, en dan ben je zelf superheld. Hier kun je een mooie foto maken. En daar? Daar is ze ook druk bezig. Wat gebeurt hier? Oh! De schoenen van Iron Man. Alleen nu staat Saar er even in. Dus die is nu Iron Man. Super cool zeg. Op de achtergrond ook allemaal Iron Mans. Net echt! Nou, de rest die zit in de attractie. Ik ben even lekker met Janna op pad. Wil je weer wat? Die luchtballon? Ja. Jij wil dat ik in die luchtballon ga? En je moet ja zeggen, oké? Ja, ik moet ja zeggen, maar kijk nou eens goed. Echt, dat ding gaat hoog. Die gaat zo meteen helemaal de lucht in. En je moet ja zeggen. Ja, ik moet ja zeggen. Het is jarig. Het is dat ik ja moet zeggen. Maar anders had ik nee gezegd. Maar blijf maar gaan. Dat is toch leuk, zegt ze. Leuk, heb ik een ander idee bij, maar we gaan het wel doen. Het is jaardag. Het hoeft niet, hè, Janna? Nee. We hoeven dit niet te doen. Ik wil het doen. Je wil het echt doen? Nou, dan gaan we het doen. Toch, pap? Ja. Zie je hoe hoog het gaat? Nou, daar gaan we, Janna. In de luchtballon. In de luchtballon. Het staat voor ons klaar. Hallo, thank you. Ja, ben wel. Kom maar. Kom maar. Ik denk eromheen lopen. Daar gaan we. In de luchtballon. Kijk eens boven je. Ja, we zitten echt in de luchtballon. Wow. Je kan ook gewoon rondlopen. Ja. Wow, daar gaan we. Kijk eens even hoe hoog we zijn. Echt hè? Dat was heel ver lopen. Oh, moet je kijken. Hey. Zie je het paleis? Ja. Ik zie hem ook. Zie je dat? Helemaal daar ja. Wauw, wat een uitzicht hé. Hey. Ja, en daar staat ergens onze auto op het parkeerterrein. Hoe vind je het zo hoog? Leuk. Ja? Niet eng? Nee. Nee, het valt mee hè. Als je hier boven in de luchtballon zit, valt het eigenlijk heel erg mee. Ja. Raar is dat. Kijk eens even een uitzicht. Ja, dit vind ik stiekem wel heel erg gaaf hoor. Dus Janna, bedankt dat je dit wilde doen op jaardag. Echt, wauw. Heel mooi. Prachtig. Mooi hè, moet je kijken. Kijk eens hoe hoog. Merci. Woe. Roomservice! Nou, ik heb taxi. Yes. Ik heb een glasje water. Yeah. Ik heb M&M's. Die hadden we ook nog. Oh, lekker. Ja, wat is er nu weer? Waar is nu een start in het bad zwemmen? Welk bad? In de douche. Het bad hier in de douche? Ja, in het bad. Nee. Maar dat past toch helemaal niet? Wel. Maar je moet ja zeggen, want het is jammer. Ja, ik moet ja zeggen. Ja, je mag. Nou, trek die staart aan. Dan ga ik het bad vol laten lopen. Oké. Okay. Oh, moet niet gekker worden. Met je zeemerminnenstaart in het bad.
Kijk, hier wordt hard gewerkt aan het bad voor de zeemermin, voor de kleine zeemermin. Het bakje is volgelopen. Zaken probeert er nog wat schuim in te krijgen. Het zal niet makkelijk zijn, maar we doen een poging. En dan zit hier straks een zeemerminnetje heerlijk te genieten in de douche. Zo ongelooflijk. Gaat dit passen, joh? Past hier een zeemermin in? Nou, kleine zeemermin gaat in bad. Ja? Zwem, 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 zwem. Kleine Disney zeemermin. Nou, in het zwembad. Kijk, hoe gaan we erin leggen? Wil je er gewoon in? Gewoon erin gooien? Nee. Nee? Eerste staartje. Eerste staartje. Kijk, de staart gaat erin. Daar zit ze hoor. Kijk eens. Oh, de zeemermin. Oh, fontein. Fontein, oh. Kijk dit nou even. Kleine fontein. Kijk. Nou zeemermin, ik zou zeggen, geniet van je welverdiende badje. En, hoe is het? Flippen in bad. Nou zeemermin, geniet ervan. Doei. We horen wel weer als je eruit moet. Doei doei. Wie hebben we daar? Dat is 1. En daar is nummertje 2. En dan kan nummer 3 niet achterblijven. En als laatste nummertje 4. Ja, jullie zullen wel denken, wat is hier aan de hand? Leg uit, wat wilden jullie? Zwemmen. Zwemmen? Ja, zwemmen. En toen hadden ze bedacht, dan gaan we in badjassen naar het zwembad. Ja. En hebben jullie niet het idee dat je verpaal loopt hier nu in het hotel? Allemaal hetzelfde badjas, hetzelfde badjas. Gezellig, lekker zwemmen. Wij vinden het een goed plan, toch? Ja. Nou, heel veel succes. Zwem ze. Doei. Gaan jullie het echt doen? Tuurlijk. Zoveel mensen hier doen het, dus ja. Ja, dit is gewoon de nieuwe look. Nieuwe dresscode. Ja, het zijn wel chique sloffen hoor, die jullie hebben. Heel jammer. Nou, heel veel plezier. Daar gaan we zo, hè. Die andere mensen hebben dat allemaal niet, hè. Loopt dit lekker in een badjas? Lekker, lekker. Ja. En ik kan ook lekker met parasol. Oh man, kijk eens even. Zo, lekker gezwommen? Ja. Jullie zien er helemaal schoon uit. Goedemorgen! Een nieuwe dag in Disneyland Paris. En vandaag een hele bijzondere dag. Want iemand is hier 24 uur de baas. Dat moet en ik dat zijn. Is... Dat moet ik zijn. Is dat mama? Dat nee. Altijd, ik ben altijd de baas. Het is Saar. Oh nee, oh nee. Saar is 24 uur de baas in Disneyland. Ja, en wij vonden dat goed. Ja, dat snap ik ook niet. Ik weet niet waar dat fout ging. Ergens zeiden we ja, laten we het maar eens even doen. Ik maak me wel een beetje zorgen over vandaag. Oh. Als jij de baas bent, wat ga je allemaal beslissen, Saar? Wat gaan we doen? Ja, ik heb wel een paar plekken. Wat kan voor je? Nou, we gaan het meemaken vandaag. Ja, nou, Saar, zeg maar, wat gaan we doen? Eerst gaan Bram en mama in de zeeschildpadjes. Oh, dat is lief. Oh, oké, ja. Dus die moeten naar Nemo. Ja. En wij drieën gaan weer nog een keertje in. Oh. Nee, dat is doe je. Ja, dat is leuk. Janna probeert mijn schaduw te pakken. Nee, mis. Mis. Kaartje voor. Ja. Flip. Welkom. Welkom. Nou, het leuke is, het is nu nog heel rustig. Het is namelijk Magic Hour. Dus als je in een hotel verblijft, wat wij doen, dan mag je een uur eerder het park in. Ja, en zo is het heel rustig. Kun je lekker snel alle rijen door. Kan je nog meer attracties doen. Mama en Bram die gaan in de Crush Coaster van Nemo. Die spint helemaal rond. Super eng. Janne wil toch in de Crush Coaster. Ja. En de baas vindt het goed, toch?
Ja, de baas vindt het goed. Dat betekent dat de baas en ik in Ratatouille gaan. Veel plezier, hè? Doei! Ik snap het niet! Ik snap het ook niet! Ratatouille is veel leuker! Ja! Oké, okay, zullen we eens even kijken waar zij ingaan? Wow! Het gaat helemaal zo draaien! Ja, vreselijk! En dan ga je ook nog de achtbaan! Ik ben zo blij dat ik met de baas mee ga, dat ik gewoon lekker naar Ratatouille mag. Ja, Ratatouille is gewoon leuk. Ja, vind ik ook, hoor. Dan gaan we, Saar. Ja, weer even een pompje. Hartstikke. Kijk, die karretjes, dat zijn kleine muisjes. Is dat dus een blauwe rat? Blauwe? Die wil ik. Hé, hey, Jebbo, we hebben geluk. Het is echt onze geluksdag. Komt hij zo met z'n... Ja, hey! Hoe voelt het nou om de baas te zijn? Ja, lekker. Dat is wel lekker, hè? Baas zijn is wel leuk, hoor. Kun je eigenlijk een keer gewoon lekker bepalen wat jij wil. Altijd moet je maar anderen volgen. Nu kun je gewoon een keertje doen wat jij wil. Ja, ik heb wel een hele leuke baas. Als je dan toch een baas hebt, dan wil ik Saar. Oh ja, kijk, daar zit de mama met de rest nog in. In Nemo. Ik hoop dat ze het overleven. Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem echt... Ja, hij is super leuk, juist. Maar je gaat en achter en in het donker. Net te zo. Hey, en even, de baas die heeft gewoon even deze selfie spot geregeld met Mickey. Goed. In het theater. Nou, we mogen. Hey Saar, en nu? Wat gaan we doen? Iets lekkers eten bij Disney Village. Iets lekkers eten bij Disney Village? Ik denk dat de rest dat niet heel verkeerd vindt. Nee, we hebben geen problemen mee. Nee, geen problemen met deze keuze van de baas. Heel benieuwd wat ze gaat uitzoeken. Het zal vast lekker zijn, want Saar is echt een snoepkont. Ze komen goed. Een snoepwinkel! We zijn dus nu in de grootste snoepzaak ooit beland. Lollies. Nog veel meer lollies. We kijken wat een mega flessen popcorn. Disneyland popcorn. Wat heb je nog meer daar? Ja, twee lollies. Suikerspin potten. Oh, wat een goede keuze daar. Kijk, allemaal koekjes. Chips, koekjes. Allemaal zuurtjes. Lollies van Ratatouille, van Nemo, oh nee, Finding Dory. Ik wil natuurlijk alles gewoon in bed. Saar die wil alles. Saar is voor één dag de baas en waar belanden we? In een snoepwinkel. Ja, die zag ik eigenlijk eerlijk gezegd wel aankomen. Onze grote snoepert. Hi. Kijk, hé, allemaal van die chocolaatjes. Dit is plastic. Kijk, die popcorn is bijna net zo groot als Janna. Wat gaat het worden? Suikerspin, oké. Okay. Saar neemt de suikerspin. Janna ook. Bram die neemt hem. Lolly. En we doen hem ook samen. Jullie doen samen. Oh, slim. Allemaal. Oh, lekker. Wat is zo cool. En hoe smaakt het? Naar aardbei. Lekker? Proost op jou. Cheers. Cheers. Op Saar. Nou, Saar die mag voor mij iedere dag de baas zijn. Je eindigt in de snoepwinkel. Je begint in de snoepwinkel. Ik kan zo. Kijk. Ah, het smelt. Oh, lekker zeg. Oeps. En nu, wat gaan we doen? Jij mag het zeggen. Ik dacht de aardappeltjes.
De autootjes? We gaan in de autootjes. We gaan in de autootjes. Woehoe! Ja, die vindt Janne wel leuk. En kan je hem sturen? Is leuk. Ja, we kunnen niet alleen maar goed met. Nee. Vandaag zijn jullie de baas. Dus we gaan nu naar de autootjes en die hebben we ook nog niet gefilmd. Dus dat is ook wel leuk om even te zien voor jullie. Autopia, hier moet het zijn. En in dit soort autootjes ga je achter elkaar aan. Hier staat de rij, daar moeten we in. Heb jij wel je rijbewijs? Ga jij rijden? Ik heb een rijbewijs. Echt? Oh, daar ben je vroeg bij. Ik zit bij jou in de auto, dus je moet wel goed rijden. Geen ongelukken. Wij gaan winnen, Bram. Nou, daar gaan we, Saar. We zijn weg! Goed zo! Ja, we gaan goed! Lisa! Hebben we goed gas? Nee, Lisa! Jee! Heel goed, Saar! Nu begint het lekker! Ik ga even kijken of Saar voor de rijbewijs slaagt. Goed spiegelen. In je spiegels kijken. Oh nee, we hebben geen spiegels. Straks even inparkeren. Wow. Kijk, we gaan die inhalen. Ja, gaat het lukken? Ja, harder. Ja, kom, waal eens in. Waal eens in. Ja. Oh, goed zo. Oh, we moeten even wachten. Dit is er natuurlijk ook bij file. File? Maar we staan vooraan bij file. We staan in de file. Ja, soms is er ook iets aan de hand op de weg, hè? Ja, dus net weg. Soms is er iets aan de hand op de weg, dus ja, kijk, enorme file. Ja, dan weet je een beetje hoe dat voelt. Als papa naar zijn werk gaat, staat hij ook altijd in de file. Ja, ik weet iets weg. Oké, we mogen weer. Yo! Daar gaan we. Kijk, nu staat de file aan de andere kant. Oh, hij stapt echt. Wij rijden lekker door. Hier mag je maar 220 km per uur. Kijk eens, wat een file, joh. Harder. Niet zo hard. Hou me recht, hou me recht. Niet te hard. Weet je wat ik kan? Kijk dit dan. Zonder handen. Kijk dit nou. Zij kan zonder handen sturen. Ah, vind ik knap. Woehoe! Goed! Lekker! Was het daar! Remmen! Hey! Als je hem goed inparkeert, ben je geslaagd, mevrouw. Hey, mevrouw, mag ik u feliciteren? Heeft u rijbewijs? Jij bent de baas. Wat gaan we nu doen? Weet jij iets? Ik zou zeggen, het is nu ongeveer 1 uur lunchen. Ja. Ja, en ik weet toevallig, toevallig weten dat hier een heel toffe lunchlocatie is met piraten in piratenstijl. Wat zeggen piraten? Joho, nee? Ho, 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 ho. Kijk, we zijn er. Captain's Jack. Hallo. Welkom. Thank you. Oh, dit ziet er al meteen piraten uit. Lach, hè? Het is echt piratenstijl. Wij gaan heerlijk smullen. Dankjewel, baas. Ja, Saar is een hele goede baas. Janne wilde namelijk in een treintje hier in Disneyland. Superleuk. En dat gaan we dus nu doen. Dus Saar, helemaal top. Kijk, daar lopen ze. Op weg naar de trein. Ja, de baas die heeft even een momentje voor zichzelf nodig. Die zit lekker heerlijk achterin in de treinwagon. Even lekker chillen. Ja, best fijn. Zet hem op, baas. Oh, daar gaan we. Hey.
Daar gaan we zo. Ga naar rechts. Ga naar rechts. Yeah. Oh, kijk eens. Nog een keer naar rechts. Nog een keer naar rechts. Ga naar rechts. Ga naar rechts. Ga naar rechts. Johanna is een goede navigator. Die legt alles uit. En naar rechts. Oh, kijk eens voor Paleis. Ja, doe je! Wat leuk hè? Ja, denk het! Oh, dit was leuk! Ja! Te kort! We kunnen nog een keer naar rechts gaan, natuurlijk. Zullen we nog een keer gaan? Ja, jij mag bepalen! Het duurt niet lang! Ja? Jij mag bepalen! Ja, dan wil jij nog een keer? Ja! Ja, doe het! Camera. No, no return, baby, on the summer night. Shot of love and a sparkle left to be. Stars align and the month time night burn like a granite leaf. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on, let's ride this train. Dat, ja, Saar die wil ijs. En het liefst Ben & Jerry's. Dus als je naar de Ben & Jerry tent toe komt en wat wil bestellen, dan zijn wij gelukkig. Yes, dank je. Nou, ijs wordt geregeld. Hebben jullie het ijs geregeld? Oh. En, weten jullie het al? Ja, ik heb fritsch en brownie. Ja? En cookie. Cookie en fudge brownie. Twee bolletjes vanille. Oké. Okay. Ziet er lekker uit, man. Deze is voor jou. Oeh, met Mickey erop. Hou hem goed vast. Ga je een beetje naar Saar. Kijk, oh. Dankjewel, Saar, voor deze toffe dag. Superbaas. Het park gaat bijna dicht. Wat gaan we doen nog? Shoppen. Shoppen? Ja, dan gaan we lekker shoppen. Shoppen? Ja, we shoppen. Oh, man. Hou geen geld over. Hier in de Main Street heel veel leuke winkels. Zullen we gewoon wat winkels in gaan zetten? Ja, prima. Ik volg de shop, koninginnen. Oh, Bram, gaan we shoppen? Nee. Dat hebben wij weer. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is een nadeel van een vrouw als baas. Gaan we shoppen? Heb je allemaal leuke dingen gedaan? Eindig je met shoppen. Oh, oh, oh. Nou, hier valt genoeg te shoppen in ieder geval. Kijk dit aan, Janna. Oh. Oh, die is mooi, hè? En deze. Ook leuk. Janna, dit is een tijdje pil. Leuk, hè? Kom, Bram. Hou vol. Hou vol. Saar is nog maar even de baas. Waarom? Waarom? Oh, arme Bram. Ja, als Bram de baas was, zaten we nu in de achtbaan. Oh. Oh, arme Bram. Dat is een beetje Mickey. Oh ja, ja, je ziet het zo in het licht. Hier heb je een beetje... Geslaagd. Nog een winkel? Ja, alsjeblieft. Nee. Ja. Volgens mij hebben jullie allebei je eigen geld meegenomen. Oké. Okay. Dan willen ze nog even verder zoeken, toch? Ja, ja, jij bent de baas. Ja. Kom, Bram, we moeten weer. Hou vol. 2000 years later. Nou, ik ben helemaal kapot. Laten we naar het hotel gaan. Oh, jammer. 24 uur de baas zijn is best vermoeiend. Waarom? Ja, ik ben natuurlijk wel nog de baas. Ja?
Zullen we de roomservice bellen? Oh, deze lekkers bestellen. Ja, goed idee. Bel ze maar. Ja, roomservice. Ik spreek met Saar. Ik wil graag een chippy en cola bestellen. Kan dat? Ja? Oké, doei. Yes, het kan. Hé, hey, roomservice. Ik ga er gelijk naartoe. Oh. Kom. U had cola en chips besteld. Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Doei. En voor je het veel gezegd, geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Onder de zien. Doei. Als je kinderen.